the late 22nd century, humanity is beginning to colonize space. Before colony ships arrive, habitation vessels are appointed terraforming missions. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Hallo dames en heren. Vandaag ga ik Subnautica spelen. Even die deur dicht doen. Zo. Ja, Subnautica is eigenlijk gewoon een sci-fi game. Waarbij je als werker van dit ruimteschip hier neerstort op een buitenaards planeet. Een alien planeet. En ja, één groot voordeel of nadeel van deze planeet. Het is waarschijnlijk volledig onder water. Nou, ik weet dat er wat drijvende eilanden zijn, maar voor de rest helemaal niks. En ja, de theorie is waarschijnlijk dat het ruimteschip bedoeld was om op die planeet te landen, alhoewel ik ook niet zeker weet of het een zon is. 'S Nachts geeft het licht af. Maar voor de rest, ja, het ziet er niet echt leefbaar uit. Maar ja, dat is ons doel van. Dat was het doel van dit ruimteschip. Naar een planeet gaan en het leefbaar maken voor de mens. Wat dus niet gelukt is. Dus ik ga weer veilig. Ik ga weer terug in mijn escape pod. Waarmee ik uit het ruimteschip ben ontsnapt. En het overleefd heb. Niemand anders heeft het overleefd. Oeh, en dat is echt gewoon super nice. We hebben direct een welder. En een welder repareert dingen. Dus dat is gefixt. Heb ik nog iets anders wat hartstikke kaduk is? Nee. Ik wist niet dat je dat ding kon repareren. Nou, voor de rest ziet het ernaar uit. Verder niks. Kan repareren. Nou, wat zat er nog meer in? Glas, wiring kit en een computerchip. Met die computerchip kunnen we vast wel wat handigs doen. Even kijken. Personal tools. Habitat builder. Computerchip en een battery. Dus wat we willen hebben is één batterij. Attention, detecting increased local radiation levels. Drie batterijen. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Oké, dat is kwarts. Dat hebben we voornamelijk nodig. Heel veel kwarts hebben we nodig. We hebben heel veel titanium nodig, dus oftewel scrap metal. En we hebben heel veel andere ores die in limestone zitten nodig. Zoals koper bijvoorbeeld. Ik heb 3 koper nodig, aangezien ik 3 batterijen wil hebben. En ja, 1 koper voor 1 batterij. Logisch. Meer salvage. Het probleem met salvage is, het geeft je 4 titanium. Maar het... Oh god. Ach ja, ja. New game. Oftewel, minder lucht, minder zuurstof. Dus ik moet om de 45 seconden elke keer weer omhoog gaan. Wat redelijk vervelend is. Want soms krijgen we lag spikes omdat ik gewoon op het hoogste kwaliteit speel. Wat het spel nu aan kan. Verder is er nog niet hogere kwaliteit. Maar met opnemen kan het soms even een frame skippen. Maar dat is nog niet zo heel erg. Aangezien het spel er wel een stuk beter op uitziet. Wat hebben we nu? Ja, wat ik wou zeggen is, het neemt 4 plaatsen in beslag, maar het geeft je ook 4 titanium. Dus het is niet dat je een voordeel hebt als je bijvoorbeeld salvage pakt in plaats van 4 titanium. Het is evenveel en het neemt ook evenveel plaats in beslag. En aangezien salvage ook echt gewoon, ja, grote brokstukken van een ruimteschip zijn,
is het ook weer logisch en realistisch dat zoveel plaats in beslag neemt. En daar was kwarts en er was een kessopot. Gelukkig valt die niet aan, alleen als je in de buurt komt en hij wordt bang, dan scheidt hij. En zijn scheid is giftig. Hartstikke giftig. Zoveel mogelijk van dat. Hoeveel koper hebben we? 2 koper. We moeten er nog eentje hebben. En deze map heeft heel veel biomes. En ja, hoewel de biomes ongeveer op dezelfde plaats zitten, is de map altijd wel anders opgebouwd. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Maar dit ziet er wel heel nice uit voor een base. Hoewel, dit is wel de Shadow Save Depths. En op het moment dat ik dat zeg, is er direct een vijand. Geweldig. Jij komt met mij mee. Kom. Goed zo. Ja, als je hier een base bouwt, dan heb je er niet echt zoveel voordelen van. Behalve dan dat het veilig is. Maar ja, dan vind je ook natuurlijk minder shit. Ja, minder stuff. Op quartz, wat ores en salvage nano. Maar op een gegeven moment raakt dat ook op. Ik vind het fijn om aan de rand van de kelp forest te leven. Wat de overgang naar de grassy plateaus heeft. Want dan zit je in de kelp, zit je toch nog in de veiligheid van de kelp forest. Op dan de stalkers na, die niet altijd even agressief zijn gelukkig. En je kan elk moment gewoon naar de grassy plateaus gaan voor de ores die daar zitten. Dat is wel fijn. En dat zijn rotsen die je ook kan tillen. Wacht eens even. Dat is een rots die je kan optillen, maar het blokkeert een ingang. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar dat is op zich wel heel vet gedaan. En er zitten ook nog wat, flink wat ores als het goed is. Heb ondertussen, nee, nog steeds niet aan. Ik ben alles aan het verzamelen, behalve datgene wat ik echt nodig heb. Kom hier! Wat? Ben je heen? What the fuck? What? Hebben die soms teleportatiekrachten? Natuurlijk hebben ze dat niet. Waar ben je? Ik heb je nog niet... daar ben je. Sticky bastard. Kom terug. Terug. Wat? Waar is die goddamn airsack? Daar is die. Kom. Ik heb je nodig, godverdomme. Spring je nou uit het water? Nou, dat niet, maar ze drijven wel op het wateroppervlakte. Aha. Die dingen ga ik daar even oppakken, want het zijn floaters. Normaal horen ze die dingen te tillen. Dus als ik ze daar tegen aansmijt, tillen ze die rotsen op. Kan ik erin? Continued degradation of the Aurora's dry core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Eat something. Ja, ja. Rustig maar. We hebben flink wat titanium. Dat is goed. Op zijn minst meer dan 20. Nou, dan gaan we kijken. 6, 12, 24, 28 titanium. Daar kunnen we vast wel eentje missen voor een knife. Die we sowieso nodig hebben, dus ja. Ik zou wel moeten. Stoppen we even heel veel titanium hierin. En dan gaan we kijken wat ik allemaal nodig heb. Radiation suit. De silicon rubber en lead. Lood was, wat was dat? Wat niet echt klopt, maar dat is 3 koper en 1 zilver. Dus uiteindelijk heb ik 6, 2 zilver, 6. Heb ik 8 koper nodig, 2 zilver en 6 acid mushrooms. Ah, kut! Ja, hier heb je die planeet. Dat is
Ja, een planeet kan je het niet noemen, want hij is echt aanzienlijk kleiner dan deze planeet. Of het lijkt in ieder geval zo. Het lijkt ook alsof hij echt heel kort bij je is. Beetje eng. Oh ja, ik heb thalassofobia, dus het spaar is geweldig voor me. Ik ben dus ontzettend bang voor de oceaan. Waarom? Want zijn gewoon wolken. Het lijkt alsof er stoom in het water komt. Maar dat is de maan. Dat maakt niet echt... Ja, is een beetje raar, want deze planeet zit niet in ons zonnestelsel, tenzij dit Neptunus moet zijn. Maar volgens mij is dat van een gas gemaakt, meer dan een water. In ieder geval, waarom is er dan de maan, weet je wel? Als dit een buitenaardse planeet is, en het is niet in ons zonnesysteem, zonnestelsel, waarom zien we dan de maan? Ik wil zo graag die dingen eens een keer uit de lucht kunnen halen. Ze zien er groot en creepy uit. Volgens mij zijn ze van aasgieren. Daarom wil ik ze ook eens een keer voor kort bij zien. Eens kijken hoe eng ze daadwerkelijk zijn. Kan ik hier überhaupt iets in? Hier heb je dus helemaal niks aan, maar oké. Laat ik maar eens wat eten koken. Lekker geluid, jongens. Zo. Ja, aangezien ik geen flashlight heb, zou ik waarschijnlijk helemaal niks zien. Dus. Ik zie jullie wel even zodra het weer dag is. Oké, dames en heren. Het is weer dag. Dat is fijn. Dus laten we even een duikje nemen. Lekker verfrissend. Even kijken. Ja, kwarts kunnen we gebruiken. Hebben we niet heel hard nodig, maar... Boom. Oké, dit hebben we voornamelijk nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.